Een roerige informatiebijeenkomst deze week van uitzendbureau NL Jobs. Donderdagavond zijn de plannen gepresenteerd voor een nieuw arbeidsmigrantenhotel hier op 100 Land in Maastricht. De gemeente Westland heeft vorige maand geprobeerd de komst van een tweede Polenhotel te voorkomen, maar de initiatiefnemer was hen net te slim af. Ondernemer Jeroen van Leeuwen liet aan het begin van de avond het hotel zien waar het allemaal om draait. Daarna mochten wij geen beelden meer maken van de bijeenkomst. Mensen moeten vrij kunnen praten, zo is de gedachte volgens NL Jobs. Een groot deel van de belangstellenden ziet een tweede Polenhotel met 125 kamers niet zitten. Het geeft toch een bepaalde druk, ook binnen zo'n dorp denk ik. Mijn angst overheerst een beetje op dit moment, ik nog steeds nog wel. En je kan je klok toch gelijk zetten op vrijdag en op zaterdag. Dan is het gesloten en dan gaan ze zwalkend gaan ze door het dorp heen. In zijn straat wonen arbeidsmigranten. Nou, die likte alles aan de laars, die gooide in de vuil overal en nergens neer. Wij gingen ze erop aanspreken. Geen resultaat. Uiteindelijk hebben we die Poolse medewerker van Erland via de buurtpreventie ingeschakeld. En het probleem was opgelost. Dus geen last meer. De Maastrichtse buurtpreventie heeft twee Poolse vrijwilligers in hun team die mensen kunnen aanspreken. Onze jeugd gedraagt zich ook niet altijd even positief. Kijk maar naar onze Westlandse feestweken. Daar gebeurt ook best wel eens een keer wat. En door de week bij het uitgaansleven van onze arbeidsmigranten. Ja, die gaan ook wel eens over de schreef. Maar een tweede Polenhotel gaat ook Pim de Koning iets te ver. Maastricht bestaat uit 4500 inwoners. We hebben ongeveer 10% plus nu al aan arbeidsmigranten. Op het moment dat een tweede hotel gelokaliseerd wordt, wat zich oriënteert op Maastricht, zou het wel eens te veel kunnen worden. Ja, dat begrijp ik. En die geluiden die daarover geroepen zijn, die nemen we ook mee. Neemt niet weg dat die aantallen zullen toenemen. Een van de suggesties die gedaan is om het informeren van de mensen over waar ze op moeten letten als ze in Nederland zijn. Dat is ook een van de dingen die we meenemen om dat te organiseren. Het bedrijfsleven in Maastricht ziet het hotel wel zitten. De economie heeft werknemers nodig en die moeten ergens wonen. Anderzijds is het ook goed dat deze mensen hun privéleven hebben en bij de winkeliers gaan winkelen, waardoor ook daar omzet gegenereerd wordt. Ja, dat is gewoon een goede zaak. De moeilijkheid is alleen, hoe integreer je deze mensen in de gemeenschap? Maar of het hotel er ook daadwerkelijk komt, is nog de vraag. Het plan moet namelijk nog getoetst worden aan het bestemmingsplan.